Van harte welkom bij Testaankoop, de organisatie die uw belangen behartigt en regelmatig testresultaten met u deelt, zodat u telkens opnieuw de beste keuze kan maken in de winkel of voor een of andere dienst natuurlijk. Vandaag gaan we het hebben over best wel een hip thema, namelijk een collageenkuur. Het extra innemen van collageen, is dat nuttig of niet om die jonge, soepele huid te behouden? En daarom heb ik natuurlijk Gitte uitgenodigd. Dag Doreen. Dag Gitte. We hebben het al over verschillende supplementen gehad. En zo heb je dus nu, zoals ik zei in de inleiding, een zeer populair supplement. Als ik de vriendinnengroepjes op WhatsApp en Instagram moet geloven, is dat in heel veel jonge vrouwen of iets ouder wordende vrouwen een belangrijk thema, uw huid. Ja. Nu, we gaan eens kijken naar eerst en vooral wat is collageen. En straks kan jij ons misschien wel vertellen wat andere tips zijn om onze huid te verzorgen. Mm-hmm. Ja. Maar focus op de collageen. Wat is dat eigenlijk? Ja. Dus collageen, dat is een vezelachtig eiwit dat overvloedig aanwezig is in ons lichaam. Dus zo'n 25-30% van alle eiwitten in ons lichaam bestaat uit collageen. Dus het zit overvloedig in onze huid, gewrichten, kraakbeen. Overal zowat. Mm-hmm. En ook belangrijk, het is een eiwit dat ons lichaam zelf aanmaakt. Maar het is wel zo dat met de leeftijd, na de 40, dat die collageenproductie geleidelijk aan wel afneemt. En dat is een van de redenen dat met de leeftijd op den duur die huid wat slapper wordt. Het speelt mogelijk ook een rol bij het ontstaan van artrose, omdat eigenlijk rond in uw kraakbeen zorgt collageen meer voor een schokdempend effect. Vandaar dat die collageensupplementen ook wel bij artrose dikwijls worden ingenomen. Ja. Dus het is eigenlijk een heel nuttig eiwit. Mm-hmm. Maar omdat het de productie neemt af. En daar spelen de fabrikanten natuurlijk op in. En dan brengen ze allerhande producten op de markt. Die dus dat zijn dan de collageensupplementen die dan in de markt worden gezet in poedervorm, in pilletjesvorm? Ja, dus dit bijvoorbeeld, dat is dan een drankje. Dat je moet je iedere dag dan zo een beetje van drinken. Dit. Okay. Maar we hebben dat ook in poedervorm, maar ook pilletjes, dat je dan een aantal per dag van moet inslikken. Nu, wat zit erin? Dat is eigenlijk collageen, afkomstig van dieren. Van runderen, varkens, vissen. En dus dat komt dan uit hun huid, uit beenderen. Dat wordt er dan uitgetrokken en dan in die verschillende producten verwerkt. Het klinkt wel logisch dat als we het in ons lichaam minder aanmaken, dat we het dan innemen. Maar de vraag van 1 miljoen is natuurlijk, helpt het? Ja. Zijn daar bewijzen van? Nee, het is heel weinig bewijs voor dat het eigenlijk echt nuttig is. Het is ook een misverstand om te denken van, mijn lichaam maakt minder collageen aan, dus ik zal wat collageen innemen. Zo werkt eigenlijk dat lichaam niet. Dus wat doet je lichaam als je collageen inneemt? Dat breekt dat af in verschillende kleinere stukjes met aminozuren. En wat er dan vervolgens mee gebeurt, dat heb je niet te kiezen. Dus een deel gaat misschien naar je huid, naar je kraakbeen, maar ook naar verschillende andere. Het is zeker, nog ineens niet zeker dat er collageen van gemaakt wordt. Dus dat is een eerste misverstand. En wat het de huid betreft, er is wel wat wetenschappelijk onderzoek, maar het gaat telkens om heel kleinschalige studies die met een aantal tientallen proefpersonen, die niet van de beste kwaliteit, niet echt betrouwbaar, heel uiteenlopende resultaten, verschillende producten waar dat er dan niet enkel collageen in zit, maar ook andere ingrediënten, daar kun je geen conclusies uit trekken. Dus nee, het is niet bewezen dat het goed is voor je huid. Stelt dat het toch uw huid wat hydrateert, dan is het ook maar de vraag van, is dat effect zichtbaar? Dat is heel weinig onderzocht, dat weten wij eigenlijk niet. Je zei dat sommige mensen het ook innemen bij artrose of gewrichtspijnen. Ja. Is daar bewijs rond? Dat is ook bestudeerd. Er is dit jaar een zogenaamde meta-analyse uitgekomen. Dat is dan eigenlijk een studie waarin de resultaten van verschillende studies worden gecombineerd. En wat blijkt, is dat dat vond men eigenlijk op pijn, gewrichtspijn, dat er eigenlijk geen effect was. Of als er dan toch een effect zou zijn dat het zo gering is, dat je het eigenlijk bijna niet opmerkt. Dus ook die studies waren van geen al te beste kwaliteit. Dus dan is het wel heel duur, Gitte. Ja, ja. Want ik heb ook ooit zo eens een pot gekocht, uiteraard. Maar ik denk dat het €35 was om dan een maand te nemen. En dan dacht ik, ik ga de hype aan mij laten voorbij gaan. Dat is dan eigenlijk nog redelijk goedkoop. Ah, ja? Ik ben
producten tegengekomen van tot 200 euro per maand. Oef. Dus ja, dan sommige dat producten, is dat is eigenlijk echt wel, dat kan wel. Ik heb nu dit, ja. Wat was dat? Ik weet het niet van buiten, ik dacht dat ik het hier had genoteerd. Dit is dan 46,17 euro en daar komen er dan 20 dagen mee toe. Maar ja, zoals ik zei, er zijn ook een aantal andere producten. Maar als je natuurlijk die verpakking bekijkt, dan zie je vaak, zoals bij andere supplementen, allemaal claims. Mm-hmm. Zoals hier staat, voor een gave, gehydrateerde, elastische huid. Mogen de producenten dat dan zomaar op hun verpakking zetten? Nee, dat is toch een hoge claim? Ja, dat klopt. We hebben onlangs klachten ingediend bij het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid en het FOD Economie. Omdat eigenlijk heel veel van die claims op die verpakkingen, maar ook op de websites, eigenlijk volgens ons illegaal zijn. En je moet erbij een verschil maken tussen zogenaamde gezondheidsclaims en schoonheidsclaims. Dus op vele van die verpakkingen, ik ga nu dit voorbeeldje erbij halen. Er staat dan op, het hydrateert de huid, het is goed voor kraakbeen. Dat zijn zogenaamde gezondheidsclaims. En typisch voor die gezondheidsclaims is dat dat redelijk streng gereguleerd is. Dus de Europese Commissie heeft een lijst met goedgekeurde claims. En over collageen is er geen goedgekeurde claim. Dus dat is illegaal om dat dan op die verpakking te zetten. Ja. Of op de website. Maar sommige fabrikanten doen het dan toch. Die trekken zich dat niet aan. Wat je dan ook ziet gebeuren, is dat op veel producten, je moet dat maar eens bekijken, dat men dan een klein beetje vitamine C toevoegt. Nu, dat is niet omdat dat product dan die werking versterkt. Nee, dat is pure marketing. Omdat eigenlijk op... Over vitamine C zijn er wel een aantal goedgekeurde claims. Men mag bijvoorbeeld beweren dat het de normale collageenvorming ondersteunt. Wat goed zou zijn voor kraakbeen, bot. De normale werking van kraakbeen en bot in de huid. Maar dan zou het eigenlijk op die verpakking duidelijk moeten zijn dat die claim betrekking heeft op vitamine C en niet op die collageen. Ja, en in heel veel gevallen is dat niet, hè. En hier zit bijvoorbeeld ook wat vitamine C in. Maar dat is dan, als je die claims leest, lijkt dat precies over het product te gaan en over de collageen te gaan. Dus dat is misleidend. Nu, op dit product van Holland & Barrett bijvoorbeeld, dan zie je hier verminderd rimpels en fijne lijntjes. En op dit product is dat dan anti-age, beauty drink. Dat zijn zogenaamde schoonheidsclaims. Nu is het wel zo dat schoonheidsclaims veel minder streng zijn gereguleerd dan gezondheidsclaims. Ja. En dus er is geen lijst met goedgekeurde claims. En sommige fabrikanten denken dan blijkbaar, dat mag dan allemaal. Maar dat is niet zo, want voor ieder levensmiddel is het zo dat een claim niet misleidend mag zijn. En dat geldt ook voor die voedingssupplementen. Dat betekent dus dat alles wat ze zeggen moet bewezen kunnen worden. Natuurlijk, de vraag is, wat is bewijs? Volgens ons moet het aangetoond zijn met degelijke... Moet het met wetenschappelijk onderzoek, degelijk gecontroleerd onderzoek, aangetoond zijn dat een product een bepaalde werking heeft. En als je nu gaat kijken, is het aangetoond dat dit product de rimpels vermindert en fijne lijntjes vermindert? Nee. En we zijn dat gaan nakijken. Is het aangetoond dat dat een beauty-effect heeft? Nee, dat is allemaal niet onderzocht. Dus, of niet degelijk onderzocht. Dus ja, nee, in onze ogen is dat misleidend en moet dat dan toch van de verpakkingen verdwijnen en ook van de website. Ja. Moeten we niet gewoon een stap terugnemen, Gitte, en zeggen wat is goed voor uw huid of wat is slecht voor uw huid en daar moeten we mee stoppen. Ik denk aan mensen die roken, dat zie ik enorm bij rokers die niet meer roken, dat die huid terug verbetert. Mm-hmm. Ik denk aan de zon. Daar zijn we toch ook wel al wijzer geworden dat we daar ons jaar in, jaar uit, ook winter, zomer moeten beschermen. Mm-hmm. En natuurlijk onze voeding, denk ik dan. Hè? Dat zijn toch veel betere tips dan... Een gezonde leefstijl. Mijn advies is eigenlijk, verspil je geld niet aan die producten zonder bewezen werking. Kom inderdaad. Er niet mee. Ga naar de basics, stoppen met roken. Inderdaad, een heel belangrijke. U beschermen tegen de zon, een goede zonnecrème. Een goede hydraterende crème is zeker ook wel een aanrader. En naar gewrichtspijn toe, in beweging blijven. Eventueel naar de kinesist voor gerichte oefeningen. Dat zijn toch wel echt, dat zijn de basisadviezen. Maar dat zijn toch nog altijd wel de beste adviezen. Toch? Vind ik ook. Tot slot, misschien zijn er risico's. Als iemand zegt, ik ben het aan het pakken en baat het niet, dan schaadt het niet. Heeft hij gelijk?
In de studies die zijn gebeurd, zien we toch dat er een aantal proefpersonen telkens waren die last kregen van bijvoorbeeld buikloop of er wat misselijk van werden. Hè. Dus dat kan. Het kan bijwerkingen hebben. Okay. Het is niet omdat het een eiwit is dat ons lichaam van nature aanmaakt, dat als je dat begint in te nemen, dat dat geen bijwerkingen kan hebben. Hè. Er waren ook mensen die last kregen van wat hoofdpijn, duizeligheid. Er zijn ook een aantal gevallen bekend van mensen die gestoorde leverwaarde kregen. Heeft dat nu te maken met die collageen? Dat is lang niet zeker. Hè, maar, nee, maar toch, misschien, ja. Allez, hè. Gaat er niet te licht over. En ook wel belangrijk om te weten is dat er geen lange termijn studies zijn. Hè. Dus de meeste studies gingen van een aantal weken tot 6 maanden. Maar wat gebeurt er als je dat dag in dag uit begint in te nemen? Is het omdat het simpelweg ook nog geen 10 jaar bijvoorbeeld op de markt is? Of is dat omdat die studies gewoon niet worden gedaan? Ja, dat kost natuurlijk veel geld hè, om degelijke studies te doen. Ja. Dus Daarvoor is het niet... Nee, maar natuurlijk ook algemeen voor voedingssupplementen is natuurlijk ook altijd de vraag van, zit er wel in wat dat de fabrikant beweert dat erin zit? Hè? Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Hè, dus in zo van die voedingssupplementen, dat zou kunnen dat er onzuiverheden in zitten. Hè? Dat wordt niet systematisch op gescreend. Dat is niet bij wet... Is dat niet verplicht dat dat allemaal wordt nagegaan? En ik onthoud ook, Gitte, van de vorige keer dat jij ook zei... Let toch op, als je dit zelf bijvoorbeeld online bestelt... en je bent een beetje aan het, hoe zeg je dat, zelf dokter spelen voor jezelf... Ja. en je combineert een aantal supplementen... Ja, dat is inderdaad... Nu, collageen, ik weet niet zeker wat er nu echt interacties zijn met anderen, want het zit natuurlijk ook in je voeding. Hè. Er is collageenrijke voeding, een bouillon bijvoorbeeld, hè, of gelatine. Er zit van nature veel collageen in. Met goede vetjes erin. Ja, ja. Het is toch wel iets dat ik denk van... Ik onthoud vooral dat er eigenlijk niet veel rond bewezen is. Nee, ik zou het niet dat het peperduur is. Ja. En dat er andere manieren zijn om onze huid een beetje jong te houden. En ik vrees dat genetica er toch ook wel wat mee te maken heeft. Inderdaad. Hè? Good genes go a long way. Oké, Gitte, merci. Oké, ik hoop u binnenkort nog eens terug te zien. Ja, oké, tot ziens. Dank u. Dag. Zo, we zijn weer een beetje wijzer over collageen of over het innemen van collageensupplementen. Daar moet je toch even over nadenken of je daar je geld aan wil geven. Dat is mijn persoonlijke tip voor u. Ik zie u heel graag binnenkort terug om alweer een nieuw thema te bespreken. Tot dan!